jaar ging ik met mijn vriend op roadtrip door Oost-Europa. Toen sloegen we Hongarije over, maar gelukkig kreeg ik dit jaar alsnog de kans om Hongarije te ontdekken. Wat ik ervan vond en hoe het was, dat zie je in de filmpjes die ik heb gemaakt. En dit is deel 1. Ik ben net aangekomen in mijn hotel en dit is de kamer. Ja, basic. Hongaars is echt zo'n taal waar ik geen snars van snap, maar het geeft wel een instant vakantiegevoel wat mij betreft. De meeste dingen in Hongarije zijn natuurlijk super betaalbaar, zo ook het eten. Dit is een 3-gangen menu met een soepje, een hoofdgerecht en een toetje voor ongeveer 10 euro. Zoals ze in Oostenrijk de appelstroedel hebben, zo hebben ze hier een stroedel met maanzaad, kwark en walnoten. En natuurlijk is een Hongaars feest niet compleet zonder palinka. Dit waren mijn eerste uren in Hongarije. Ik hoop ook dat je naar mijn volgende filmpjes kijkt om de rest te ontdekken.